Hallo jongens en meisjes en welkom bij weer een nieuwe video van Riet Gaming. Vandaag spelen we FIFA Carrière, Managers Carrière. Laten we maar beginnen meteen. Updates downloaden. Dat duurt niet zo heel lang, schat ik. Ik ga bij PSV, omdat dat mijn eigen favoriete club is. En ja, je kan natuurlijk ook wel meteen PSG en zo pakken. Maar ja. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel leuk. Niveau semi-prof. Jan Verstraeten, wel land. Nederland natuurlijk. Ja, Nederland is wel het beste. Sorry voor alle Belgen. Maar ja. PSV stelt Verstraeten aan als nieuwe coach. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ik hoop dat we met PSV voorseizoen ook kunnen winnen. Kijken, pakken gewoon even deze. Overschrijven. Aanvaarden, want waar moet ik anders heen? Het is een Europa Cup. Kijken, waar zitten de meest slechte teams bij? Het is een Europa Cup, doe ik wel. Laat eerst maar eens even gaan trainen. Ik denk dat het ook eerst beter is om even een goede keeper te fixen. Denk ik zelf. Dan krijgen we niet zo heel veel doelpunten tegen. En dan moeten we natuurlijk ook wel een beetje goede aanval krijgen. Natuurlijk met op de vleugelspitsen. Gakpo, nee toch, geblesseerd. Ik wou op de vleugelspits Gakpo zetten, dat kan dus niet. Bruma dan? Nee. El Ghazi wel. Dan doen we wel El Ghazi op de vleugel. Simuleren. De training. Ik ga namelijk niet zelf spelen. Ik had veel te slechte cijfers. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Bepaald. Ja, laten we dan nu maar even het voorseizoen gaan spelen. Ik bedoel natuurlijk gaan simuleren. Annuleren. Want ik moet zelf voor mijn team zorgen. Wat heeft Gakpo? Een blessure. Wat voor een blessure? Gebroken sleutelbeen. Jeetje, Mina. El Ghazi er maar op dan, hoor. Van Ginkel, nee. Kijken. Dit is wel een goede opstelling, vind ik verder. Kijken. Ja, dit is wel een prima opstelling. Eerst eventjes al deze berichten verwijderen. We hebben een spits nodig. Scoutverslag met spitsen. We kunnen natuurlijk heel naar gaan zijn in deze afpak. Timber. Dat is toch een middenvelder, ik dacht. We kunnen natuurlijk heel sneu gaan. En de spits van AZ afpakken. Dat gaat gewoon doen. Ik ga hem kopen. Transferbedrag. Even kijken. Ja. Ik denk persoonlijk zelf dat hij dit waard is. Dat is toch wel heel veel meteen, hoor. Dan laten we dan maar een beetje van het bot terugtrekken. Gewoon indienen. Als ze het accepteren, boeit me helemaal niks. Oké, blessure Gakpo. Aan het einde van het seizoen 100% wet. Ik ga hem niet opstellen dan. Nou, gaan we de eerste wedstrijd meteen even simuleren. Ja, hopelijk krijgen we een beetje goede resultaten. Winnen we deze wedstrijd. En waarschijnlijk niet. 2-1 verloren. Wel, deze een goal. Dat is het laatste wat ik verwacht. Nee toch, nog een geblesseerd iemand. Ik doe echt warming-ups, maar ze raken maar geblesseerd. Verstuiten enkel. Kijken, dan hebben we nog een andere. Kunnen we jou wel even neerzetten. Noni Madueke voor Hoover. Gutierrez gaat niet in de basis zetten.
Moene wel. En Moene komt eventjes op de plaats van Mauro Junior. En dan gaan we maar eens trainen weer. Ja, deze keer ga ik volledig op de aanval trainen. Echt volledig vleugelswitsen. Elga die trainen. Kijk, vleugelspitsen. Practicen. Even slijt tegenspelen. Gaan Xavi Simons ook eventjes trainen. Slijt tegenspelen gewoon. En laatste gaat dan wel naar de keeper. En dan krijgen we waarschijnlijk minder tegendoelpunten. Wat ik hoop, tenminste. Gaan we maar eens kijken wat het wordt. Oh ja, maar ik kon natuurlijk ook Paris Saint-Germain meteen kiezen. Dan heb ik meteen Neymar en Mbappé en zo. Nou ja, dat vind ik ook weer niet zo heel. Dat vind ik ook weer niet zo heel leuk als je me snapt. We moeten tegen Benford. We hebben de vorige wedstrijd ook niet gewonnen. Hopen we dat wij deze wel kunnen winnen en dat boven ons verliezen. Gelijk spelen, ja. En El Ghazi ook nog eens geblesseerd. Wat is dit irritant? Echt waar, dit is zo ontiegelijk irritant. Kijken. Ik had toch ook Vertsen. El Ghazi er dan maar af. En dan nemen we Gutierrez omheen. Weer Gutierrez. Eventjes op voor Xavi Simons. En dan... gaan we meteen maar eens even door. Ja, nou, ik denk dat mijn opstelling wel zo laat. Wacht, tenzij staat El Ghazi nu wissel. Nee, gelukkig niet. We moeten tegen... ja, boeit me echt niks. Nee, speler geblesseerd. Ook 3 dagen niet kunnen spelen. Bayern München wint de strijd op Mbappé. Oké. Skilan Mbappé is naar Bayern gegaan, als ik het goed had. Ja, naar Bayern zijn ze gegaan. 2-1. Kijk, dit winnen we dan weer wel. Dat is wel fijn. We maken ze in de 9e minuut nog eentje. Kijken. Luc de Jong. Kansen creëren. De vleugel. Kan El Ghazi weer getraind worden? El Ghazi die is dus weer fit, blijkbaar. Verdediging. Deze trainer boeit me echt helemaal niks, dit. Proberen minder tegendoelpunten te krijgen. Natuurlijk, dat is altijd handig. Want als je 0 tegendoelpunten hebt en jezelf wel eentje scoort, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Dat lijkt me vrij logisch. En gaan we tegen Newcastle United. In de halve finales, hè? Huh? Waren we dan door? Ze verwachten kampioenschap. Hopelijk winnen we van Newcastle United. Dan zijn we door naar de finale. Nee, toch? Wordt het weer zo'n avond? De Jong lekker. Kom op. Ik sta op Simon met een gele kaart. Kom op. We moeten winnen. Sorry voor alle Feyenoord fans. Nou ja, we kunnen beter gelijk spelen. Sangare, lekker jongen! Winnen we met de winnende treffers van Sangare. Kijk eens. De finale tegen Everton. Van It's an Europa Cup. Nee, dat boeit me niet zo heel veel. Bedankt dat je me feliciteert met de nieuwe baan. Van als manager van PSV, bedankt. Excelsior vrijwel kansloos. Ze verwachten dat hij... gaan we de finale gewoon simuleren? Natuurlijk. Als we winnen, dan wordt het helemaal lijp. Waarschijnlijk gaat dat namelijk niet gebeuren. Nou,
20 minuten gespeeld en daar wordt pas een doelpunt gemaakt. Gelukkig maar een blessure bij Everton. Gutierrez voor Sangaria. Dit winnen we niet meer. Dat gaan we niet meer kunnen goedmaken. Wel gemist straf ook van Everton. Madueke, ja. Dat was een hopeloze zaak. En Utrecht, theoretisch sterke ploeg. Nou zeg, wij zijn ook in de finale gekomen. Wij zijn ook een sterke ploeg. Dat is niet per se waar. We gaan niet meer kunnen winnen. Dit seizoen niet meer. Helaas. We kunnen als we zouden willen, zouden we denk ik nog wel. En een goed plekje kunnen we bemachtigen. Ik denk dat we nog wel tweede zouden worden. Of we moeten de KNVB-beker winnen. Dat gaat niet gebeuren waarschijnlijk. Maar ja. El Ghazi, dus hij zei eigenlijk, ik vind hem prima spelen. Team El Ghazi mag er ook wel weer op. Jorg Vettesen. El Ghazi is weer hersteld. Gutierrez niet meenemen. Junior wel opstellen voor Mwene, noem ik hem altijd. Obispo, Chase en Boscali. Ja, laten we hem maar gewoon zo houden opstellen. Je prestaties in de Europa Cup. Oké. Maakt me niet zo heel veel uit die mail. Kijken. Hopen we maar dat we gaan winnen. We hopen gewoon dat we winnen. Ja, dan kunnen we ook weer trainen. Dat zou eigenlijk wel fijn zijn. Als we hier nog eventjes één algemeen omhoog kunnen gaan, dat we net ietsjes minder tegendoelpunten krijgen. Meer tegendoelpunten is mooi, fijn. Kijken, vleugelspitsen, Gakpo kan ik nog steeds niet trainen. Sangare, dribbelen, slide tegenspelen. En dan gaan we nog één keeper trainen. Kjell Peersman! Het is al geniaal om hem te trainen. Geen idee waarom, maar ik vind het wel geniaal. Yep, dan is hij 81 rated, Benitez. En F is nog slechter dan dat Luc de Jong presteert. Verbeteren. Tegen Sittard, gaan we dat winnen? Ik denk het niet. Ik denk het eigenlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ik hoop het tenminste dat we dit gaan winnen. Overslaan. 4-0. El Ghazi bijna met de hat-trick. Twee doelpunten. Veerman en Sangare. Verder nog eentje. Niks gescoord, dus het heb geholpen. Benitez trainen. Dan is dit de video voor vandaag. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is... doei, later!